360 graden Berlijn, dat is mijn laatste uitgave die ik bij de uitgeverij Lanno voorstel. Een reisgids over Berlijn. En ik weet dat er ontzettend veel reisgidsen zijn over een stad die ontzettend veel bezocht wordt de laatste maanden en jaren en meer en meer. Daar is natuurlijk een goede reden voor. Berlijn is interessant wegens zijn geschiedenis, is interessant omdat het nu gewoon een trendy plek is om te zijn, waar je hoort te zijn, waar je uitgaat, waar je gaat dansen, waar je gaat lekker eten. Ook dat kan in Duitsland tegenwoordig en waar je ook voordeel gaat gaan shoppen. Nu, wat is het verschil met vele andere reisgidsen? Het probleem is dat bij een reisgids, zeker bij een stad als Berlijn, er heel vaak dingen veranderen. Nieuwe winkels, nieuwe musea, nieuwe attracties die opengaan. En het voordeel bij deze reisgids is dat ik probeer op het klassieke verhaal van een stad te doen, met een paar leuke anekdotes erbij. En dat te koppelen aan het internet, het communicatiemiddel van vandaag en een app. Dat betekent dat je thuis op voorhand een en ander kunt lezen over Berlijn. Ondertussen een en ander kunt downloaden en de app gewoon meenemen. En je laat leiden door de stad aan de hand van een app. En dat is een beetje het verschil met veel andere reisgidsen. En daar kan ik het alleen maar bij aanraden. Te koop in elke boekhandel en anders op de site van lanno.be.